Ik vind het hartstikke een mooi werk. Als je dan eerst een zuterige stien ergens jongen, dan weet je dat eerst lezen kennen. En je knapt hem dan op en dan komt het weer als naai uit. En dat jou toch een gelukkige voldoening. Is het secuur werk? Ja, je moet er goed om denken, want als je te volle verwonen kwast hebt, dan kan het rennen. En nou, dat krijg je er haast net uit, want het absorbeert rechts in de steen. Dit is dan Belgisch hardsteen. Als je granietenstenen hebt, nou, dan kan je nog wel wat verven weer aanhalen. Met terpentine doet het meestal direct. Ik schilder dan ook wel granietenstenen, dat schilder ik dan in letters. Maar de meeste hele oude antieke stenen, dat is al hier mijn opleine letters. Het is ook een hele lekkere, rijstige werk om jou in. Prachtig, in de natuur. Midden in de natuur. En hier de vogeltjes en de kaan hier. Vanmorgen hier al hier. Hoe zwel naar mijn toer heen, nou nog. Die ben er al mee gevangen. En dat ben al hier mijn opleine letters ben het, en die stempel ik normaal. Ik moet straks nog even een steen doen en achter het cherken. Dat is de oorste steen van het cherkhof hier in Burgum. Ik ben ooit eens in Israël geweest in 2008 en nou, daar ga ik het volk Israël kennen leerd. En van daaruit is mijn hart toen gegaan naar die Joodse begraafplaats, naar die stichting. Zo ben ik erbij gekomen. Die stichting dat is Boete en Verzoening. En die knapt Joodse begraafplaatsen op. En zo ben ik begonnen te schilderen. Dus het kwam vanuit een reis? Ja, ja, veilig al, ja, ja. En waarom ging je naar Israël? Waarom woon je daarin? Nou, ja, ik ben ook vogelaar. En wie hier vaak nog nooit kraanvogels zien. En daar in Israël, in het Hula-reservaat, dat is helemaal in het noorden van Israël, daar binnen, op het trek binnen daar duizenden kraanvogels. Hier ben ik wel in het Vochtloverveen en in Dwingelerveld, maar daar ben ik mijn peer en ik ben ook heel schuw, dus, maar dat is echt mooi observeren. Maar dit klinkt als een heel bijzonder verhaal. Je ging naar Israël voor de kraanvogel. Ja. Ja. Je kwam in contact met een stichting. Ja, ja. Ja, zo is het een beetje kwam. Ja. Wonderlijke route. Ja, en dat wie dus na mijn pensioen ben ik er veilig mee begonnen.